Eline praat openlijk over de gevolgen van haar drugsprobleem. Jelle verkoopt snoep en maar koeken. Hoeveel heb je al opgehaald tot hiertoe? Ik zit nu al in de 3000 euro. Ik steun Jelle. En Nora Gariep zingt samen met de Voice Kids winnares Jade voor het goede doel. Ik ben Jade. En we gaan vandaag een paar liedjes voor jullie zingen. Welkom bij het Rode Neuzendag magazine. I promise you could be a legend too. Ik ben onderweg naar Eline. Eline geeft zelf lessen over negatieve gevoelens en over drugsgebruik, want ze heeft er in haar eigen leven ook mee te maken gehad vroeger. Hi, Birgit. Hallo. Hi. Jij geeft hier de lezing dus? Ja, en dat klopt. Ik ga jou volgen, want jij kent de weg. Het is langs daar. Okay. Eline is begonnen met lezingen te geven omdat ze het zelf erg moeilijk heeft gehad tijdens haar middelbare schooltijd. Er was een scheiding van haar ouders, ze lag niet goed in de klasgroep en uiteindelijk greep ze ook naar drugs. Vandaag neemt Eline me mee naar een klas jongeren van 14 om haar verhaal te doen. Hallo iedereen. Hallo. Ik ga gewoon proberen mee te volgen. Ik ga me hier ergens zitten in stilte. Goedemiddag iedereen, ik ben Eline, ik ben 20 jaar. In het vierde middelbaar ben ik terechtgekomen in een klas die niet zo positief was. Het waren zo een beetje kattenkwaad uitsteken naar de leerkrachten, maar ook veel ergere dingen. Maar doordat ik ook in het drugsgebruik ben gerold, door een slechte vriend te kennen, dan ben ik met de leerlingbegeleiding gaan praten. Voor mij was dat wel zeer belangrijk, omdat dat een persoon was voor mij die niet oordeelde over mijn situatie of over hoe dat ik mij gedraagde. U ziet er totaal geen type uit die drugs zou gebruiken. Is dat gewoon om stoer te doen dat je dat dan die of waarom? Dus vooral in het begin was dat zo van ik wil erbij horen, maar op een duur raak je ook een beetje in een verslaving terecht, waardoor dat je wel dat niet enkel doet om erbij te horen, maar ook omdat je het nodig hebt. Het heeft Eline geholpen om te praten, maar het heeft een hele poos geduurd voor ze haar verhaal durfde te delen. Als je erover moest praten, dacht je dan dat dat te veel pijn ging doen? Het was vooral het oordeel waar ik bang voor was. En ook, ik had nooit gepraat over mijn gevoelens. En ik heb gewacht gewoon tot alles overliep. En dat ik bij mezelf gewoon niet meer wist. En dat ik bang was van mezelf op een bepaald moment. Bang dat je er een einde aan zou maken. En je hebt echt met die gedachten gespeeld. Ja. En eigenlijk is het helemaal rode neus een dag. Hè. Het scheelt als je deelt. Had jij van in het begin al zo'n gevoel van, dit moet ik vertellen, ik moet naar buiten komen met mijn verhaal? Ja, toen ik de stap wou zetten, was er nooit echt iemand die zei van ik steun u en ik help u daarbij. En ik denk dat jongeren dat wel nodig hebben. En ook gewoon aan iedereen van dat het niet erg is om zo je probleem te delen met iemand. Ik kan je een knuffel geven. Ik heb afgesproken met Jelle, een jongen van 12. Jelle heeft autisme en verkoopt al voor het derde jaar op rij snoep voor Rode Neuzendag. Hey, dag Jelle. Ça va met u? Ja. En je hebt snoep meegebracht in alles? Dan kunnen we direct snoep gaan verkopen op de redactie. Oké. En hoeveel kost zo'n zakje? Eén zakje kost 3 euro, maar je mag ook zo sponsoren. Dit jaar doe ik weer mee aan de sponsoring van Rode Neusdag. En dit jaar verkoop ik weer snoepzakken. Eén zakje kost 3 euro, maar je mag ook zo sponsoren. Dit jaar verkoop ik weer snoepzakken. Eén zakje kost 3 euro, maar je mag ook zo sponsoren. Dat is al mijn klein geld dat ik heb. Dat is ook fijn, dank u. Eén zakje kost 3 euro, maar je mag ook zo sponsoren. 10 euro voor een zakje goed? Ja. Ja? Of wilt je er misschien 3 hebben? Zeg Jelle, en jij hebt autisme? Ja. Wanneer wist jij dat je autisme hebt? Op mijn 8e jaar is dat vastgesteld bij de kinderpsychiater. En zoals vandaag, zo dat je al die verschillende mensen ziet, dat je dat iedere keer moet uitleggen aan hen, dat je dat gaat verkopen, dat vind je niet moeilijk? Nee, ik heb een tekst in mijn hoofd en die zeg ik altijd. Dat heb ik gehoord, ja, dat jouw tekst daar bijna iedere altijd keer zal zijn. Iedere keer is het dezelfde tekst. Ja. Jelle's grootste wens is om het eindbedrag van zijn snoepactie te laten verhogen. Liefst door iemand die geld genoeg heeft om er een flinke schep bovenop te doen. Waar gaan we nu naartoe? Naar Mark Koeken. En waarom moest dat per se naar Mark Koeken?
Ja, Marekoeke, die is een beetje zoals ik. Als hij iets in zijn hoofd heeft, dan wil hij daar ook altijd achteraan gaan. En die is heel beroemd en ook wel heel rijk, volgens mij. Hallo, meneer. Dag Jelle, hallo. Hey. Ik ben hallo. Mark. Dit jaar doe ik dus weer mee aan de sponsoring van Rode Neusdag. En verkoop ik dus weer snoepzakken. Hoeveel heb je al opgehaald tot hiertoe? Ik zit nu al in de 3000 euro. Wauw, blieft. Ik ga daar nu al subiet 5000 euro van maken. Dus dat is 2000 dat we erbij doen. Okay. En binnenkort sluit Pairidaisa. En die zijn toe voor 5 maanden. Dus kan ik er kijken, zo alle snoep. Of dat we jou daar ook kunnen helpen met, super. Met jouw actie. En dan heb je weer snoep dat je niet moet gaan kopen, dat je weer kunt verkopen. En, ik vind dat super. Dat was heel erg bedankt. Ja, maar ik probeer elk jaar wat te doen voor Rode Neuzendag. En dit jaar had ik in feite nog niks concreet, dus voilà. Dit jaar is het Ik steun Jelle. En Jelle is nog snoep blijven verkopen. Eindbedrag een geweldige 8.766,19 euro. Basisschool Klimop in Sint-Truiden verkocht zelfgebakken cupcakes, koeken en kunstwerkjes. Samen met een grote neuzenverkoop op straat leverde dat een mooie 1.356 euro op. Het vijfde jaar haarzorg van Coloma Plus in Mechelen brushte, stijlde en krulde een week lang ten voordele van Rode Neuzendag. Je kon er ook langs gaan voor een make-over van je nagels. De actie bracht maar liefst 800 euro op. En extra dank aan het pakjesbezorgbedrijf GLS dat er de afgelopen maanden voor heeft gezorgd dat alle Rode Neuzen telkens op hun bestemming zijn geraakt. Speciaal voor Rode Neuzendag vroegen we enkele jongeren om hun psychische kwetsbaarheid te schetsen, letterlijk. Ik ben Stefanie en ik heb borderline. Het is alsof dat mensen beschermd worden door hun huid tegen alle invloeden van buitenaf. Maar ik ben precies binnenste buiten gekeerd en alles komt ongefilterd binnen. En zo zijn emoties eigenlijk 10 keer vermenigvuldigd. Het is een witte canvas die voor iedereen aan de buitenkant te zien is. Maar de innerlijke chaos die schreeuwt zo hard tegen u dat het oorverdovend wordt. De wereld vertelt u om alles minder aan te trekken en om minder gevoelig te zijn. Maar wat doet je als je zo totaal in elkaar zit? Je bent zo alleen met al die emoties. Dat zit zo vast van binnen dat het eigenlijk allemaal een beetje te veel kan worden. Maar er zijn ook mensen die aantonen dat je het allemaal niet alleen hoeft te dragen. En dat je sterk genoeg bent om er elke dag tegen te blijven vechten. Je maakt nog altijd kans op een Seeking VIP-ticket om erbij te kunnen zijn op ons Rode Neuzendag XL-concert. Gewoon sms'en. Donderdag maak ik bekend wie de winnaars zijn. En als je sms't, dan steun je trouwens ook nog gewoon Rode Neuzendag. Dus, doen. We gaan eruit met muziek, want ook Nora Gariep en de winnares van The Voice Kids, Jade, zetten zich in voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Ik ben vandaag samen met Jade in Gent. En we gaan een paar liedjes zingen voor Rode Neuzendag. En we gaan proberen om een paar neuzen te verkopen. Want dat is natuurlijk eigenlijk wel de bedoeling. Dank je, ziet perfect. Ja, het is een lunchje. Oké, toevallig. Super. Dank je wel. Yep, perfect. Alsjeblieft. Wat denk je, Adam? We hebben goed gescoord, hè? Zeker wel. Zeker dat. I swear I wish somebody would tell me.